Noodfonds is een collectief waarin zelfstandigen afspreken elkaar te steunen bij ziekte. Het is een sociaal vangnet voor en door ondernemers. De broodfondsen bestaan nu 10 jaar met landelijk 223 groepen waar bijna 10.000 ondernemers aan meedoen. Regio Nijmegen krijgt haar 12e broodfonds na een speciale informatieavond op 10 oktober. Het is een algemene informatieavond. Dat wil zeggen dat in principe alle ondernemers welkom zijn. Ze kunnen zich ook nog steeds aanmelden via de website. Een broodfonds is een vereniging van maximaal 50 ondernemers. En die zetten allemaal zelf geld opzij. En op het moment dat één van die 50 leden ziek is, wordt er een bedrag geschonken aan de zieke. En dat wil zeggen, als ik me ziek meld, dan zijn er al mijn leden die mij vertrouwen op mijn woord. Als je zelfstandig bent, dan moet je altijd, als je iets wilt regelen voor arbeidsongeschiktheid, dan moet je verzekering afsluiten. En heel veel ondernemers hebben dat niet. En dit is een alternatief voor een gewone traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je ziet het ook in Amsterdam, zitten heel veel broodfondsen. Zutphen zit eigenlijk ook al, 3 broodfondsen. Dus je ziet ook, het lijkt wel alsof de steden waar van oorsprong wat linkser activisme is, dat daar broodfondsen meer opkomen. Op maandagavond, aanstaande maandag, gaan we een algemene presentatie houden van de broodfonds. En we vertellen aan ondernemers die geïnteresseerd zijn hoe een broodfonds werkt. Dat is het eerste deel. In het tweede deel gaan we met de ondernemers kijken of er voldoende animo is om een nieuw broodfonds op te richten. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.